begeef me wederom weer tussen de wijnen. En zojuist dronk ik nog een wijntje tijdens de tapas. Maar er valt natuurlijk veel te meer te weten te komen over wijnen. Ik sta hiernaast Robert, om het heel even in het thema te houden. Kan je nou tijdens een dieet een wijntje drinken met een gerust hart? Ja, dat kun je in principe zeker met dit soort wijnen zeer zeker doen. Dit is alleen maar opgebouwd uit natuurproducten. En helemaal geen enkele toevoegingen. En ook niet zulke dingen als sulfiet, waardoor je ook totaal geen pijn in je hoofd krijgt. Dus als je 1 of 2 glazen per dag drinkt van dit soort wijnen, dan heb je alleen maar genot ervan en totaal geen schade. Nee. Nou, ik heb heel even staan kijken. Jij geeft hier een soort van workshop, hè? Je vertelt meer over de wijn. Merk je dat mensen onwetend zijn over wijnen? Nou ja, ze denken dat wijnen worden alleen maar van druiven gemaakt. En wij maken hier wijnen van boomsappen, wortels, bloemen of fruit. En dat zijn dus totaal andere dingen, waardoor dus eigenschappen aan de wijnen zijn. Die gewoon veel amusanter voor de mensen zijn als dat ze gewend zijn. Ze worden zogezegd verrast. Heb je al een aantal wijnen aan ons voorgesteld? Wat is de volgende? Nou, de volgende wijn gaat zijn een sake. Die is gemaakt van rijstwijn. Van rijst, sorry. En dat is eigenlijk van origine een Japans product. En ik heb daar een eigen steltje aan gegeven. En nu heb ik iets van puur bruine rijst gemaakt. En dat gaan we zo warm gaan we dat serveren. Dus ik begrijp goed dat jij maakt de wijnen dus helemaal zelf? Ik maak ze helemaal zelf, ja. Mijn merk heet Château Berger. Hartstikke leuk. En heb je nog een bepaalde manier van doen? Daar ben ik allemaal niet benieuwd naar. Nou, kijk, ik ben van origine ben ik muzikant. En ik begeleid deze hele workshop, zeg maar, gewoon met muziek. Ik ga eerst gezellig een aantal op stemming gebrachte liederen zingen. Van eigen hand, zo gezegd. Ja. Nou, en dan daarna drinken we een aantal wijnen, een stuk of 4. En dan haal ik weer de piano tevoorschijn. En dan gaan we weer wat lekkere muziek even spelen. Waardoor de wijn wat gezakt is. Ja. En daarna drinken we nog 4 glaasjes wijn. Ja. Nou, nog heel eventjes afsluitend. De muziek is natuurlijk belangrijk. Maar daarnaast is een versnapering ook een goed idee. Absoluut. En het is ook heel erg belangrijk welke versnapering je bij welke wijn drinkt. We gaan nu bij deze wijn een amuselabel nuttigen. En daar zit een heel klein stukje garnaal op. Met een klein beetje een klein boontje. En een klein beetje tauré. En dat is een klein beetje pindasaus overheen. Het heet petiel. Ik kan niet wachten. Zo. Nou, zoals u hoort gaat het muzikaal nog even door hier in Gouda. En dit was Fun & Food voor deze week. Ik heb in ieder geval een lekker wijntje om thuis op te gaan drinken. Volgende week moet u ook zeker weer kijken, want dan ziet u namelijk hoe een keuken eruit ziet in de toekomst. En het is heel erg leuk, dus u moet absoluut kijken volgende week. Tot dan. Dag. Thank you.